Hartelijk welkom bij De Bijbel Door, een programma van Transworld Radio. De Bijbel Door is een radioserie die u in vijf jaar meeneemt door de hele Bijbel, van Genesis 1 tot Openbaring 22. In onze Bijbelstudieserie zijn we toe aan Leviticus 5. En daarmee zitten we nog in het gedeelte dat over de zond- of reinigingsoffers gaat. Hoofdstuk 4 eindigde met de geweldige belofte voor de Israëliet die een zondoffer had gebracht: het zou hem vergeven worden. Het ging hier om iemand die onopzettelijk iets had gedaan wat niet goed was in Gods ogen. Hij moest dan met een offerdier naar de priester gaan om een zondoffer te brengen, zodat de zonde verzoend kon worden. En daarna mocht hij er zeker van zijn dat de Heerde hem vergaf. Zelfs wanneer hij dat zelf niet zo durfde te ervaren, veranderde dat niets aan het feit dat hij vergeven was. Vanuit Gods oogpunt was het weer in orde. De Heerde Jezus biedt ons hetzelfde aan. Als wij onze zonden beleden, is Hij getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven. Zo staat het toch in de eerste brief van Johannes. Ook voor Christenen geldt de belofte dat de Here vergeeft. Als we onze zonden beleden hebben, als we de Here verteld hebben wat er misging, dan mogen we opnieuw verder met Hem. Aanlezend in de Bijbel valt het op hoe de Here God ernaar uitkijkt. Dat wij mensen in goede gemeenschap met Hem leven. Hij voorziet in alles wat nodig is om ons te kunnen vergeven. Eerst de offers voor Israël, maar ten diepste het offer van Zijn eigen geliefde zoon. We gaan verder met hoofdstuk 5. In de voorgaande hoofdstukken van het Bijbelboek Leviticus hebben we gezien dat de Heere uitlegt, ter voorbereiding van de inwijding van de tabernakel, welke offers in het heiligdom moeten worden gebracht. In Leviticus 1 tot en met 3 komen eerst de offers aan de orde waarmee de offeraar de Heere God verheerlijkt. Daarna zijn de zond- of verzoeningsoffers aan de orde geweest. In Leviticus 4. Het zijn reinigingsoffers voor onopzettelijke zonden. In Leviticus 5 komt een andere groep zond- of reinigingsoffers aan de orde: de schuldoffers. Het offer is een toevoeging bij de reinigingsoffers uit Leviticus 4. Vergelijken we Leviticus 4 met Leviticus 5, dan ontdekken we verschillen tussen de overtredingen uit Leviticus 4. En de overtredingen die in Leviticus 5 aan de orde komen. Leviticus 4 heeft alleen betrekking op onopzettelijke zonden. Dat kan niet altijd gezegd worden over de in Leviticus 5 beschreven zonden. Daarnaast vinden we in Leviticus 5 twee zaken die we in Leviticus 4 niet tegenkomen. Het eerste is het begrip schuld, en het tweede is de noodzaak van rouw. De zonde van de offeraar ligt vooral in het feit dat hij of zij getuige is geweest van een fout en deze, door niets te vertellen, langere tijd heeft laten voortbestaan. Leviticus 5, vers 1: Als iemand getuige is van een misdaad of een vervloeking heeft gehoord en dit niet vertelt, zal hij zelf schuldig zijn. Vers 1 begint met als iemand getuige is van. Wij zouden zeggen: als iemand iets ziet, en wat ziet hij of zij dan? Vers 1 vermeldt een misdaad of een vervloeking. Oké, okay, maar wat is de strekking? Nou, iemand is getuige geweest van een misdrijf. Hij of zij heeft het zelf gezien of uit betrouwbare bron gehoord. En wat is er daarna gebeurd? Niets. De getuige heeft niets kenbaar gemaakt aan anderen. En is ook niet bereid om als getuige van de misdaad op te treden. Wanneer de misdaad niet kan worden opgelost omdat niemand zich aandient als getuige, kunnen de rechters een vervloeking uitspreken over iedereen die weigert te getuigen. En wie weigert een misdaad aan te brengen en te getuigen, wordt medeplichtig en draagt daarmee schuld. In Leviticus 5 wordt het reinigingsoffer in drie specifieke situaties beschreven. Er zijn veel meer situaties te noemen uit de Bijbel waarin een reinigingsoffer werd gebracht als schuldoffer. Bijvoorbeeld Malachi 3, vers 8. Het achterhouden van de tienden voor de Heer. Joshua 7, vers 1. Waar Achan neemt van de buit terwijl de Heer had gezegd dat het niet was toegestaan. Voor de Heer is het zonde. Hij rekent het tot misdaden en overtredingen. Waar komen die zonden vandaan? Ze komen uit de mens zelf. Na de zondeval van Adam en Eva is ieder mens ontvangen en geboren in zonde. Ook wij hebben de zonde geërfd van onze ouders. De Heer kan en wil de zonde van mensen niet aanvaarden. Onze goede daden zijn voor de Heer niet meer dan oude, rafelige vodden. Jezaja zegt over de Heer God... U verwelkomt de mensen die graag goede dingen doen... die goddelijke wegen bewandelen. Maar wij zijn niet goddelijk. Wij zondigen doorlopend en blijven dat heel ons leven doen. Wij zijn allemaal besmet en bevlekt met de zonde. Als we onze mantels van gerechtigheid aantrekken... Blijken het met bloed bevlekte kleren te zijn? Wij verdorren en vallen af als bladeren in de herfst. Isaiah 64, vers 5 en 6. Er zijn bij ons mensen geen goede daden of werken te vinden op grond waarvan de Heer ons kan redden. Onze eigen zin gaat recht in tegen de wil van God. Hij onderwerpt zich niet aan Gods wet en kan dat ook niet. Romeinen 8 Alleen door zijn genade kan een mens worden gered. Maar God heeft ons zijn grote liefde getoond door Christus te sturen en hem voor ons te laten sterven. toen wij nog schuldige zondaars waren. Romeinen 5, vers 8. Tijdens het leven van Jezus op aarde kwamen de geestelijke leiders bij hem met de vraag: Hoe kunnen wij doen wat God wil? En Jezus antwoordde: Om te doen wat God wil, moet u in mij geloven. Ik ben door hem gestuurd. Johannes 6. De apostelen geven in handelingen 16 hetzelfde antwoord: Geloof in de Heer Jezus Christus en u zult worden gered. Leviticus 5, vers 2 en 3. Ieder die iets onreins aanraakt, zoals het kadaver van een wild dier. Of een stuk vee dat niet mag worden gegeten, of het kadaver van een onrein kruipend dier, is schuldig. Ook al beseft hij niet dat hij het heeft aangeraakt. Ook als hij de onreinheid van een mens aanraakt, ongeacht de oorzaak van die onreinheid, is hij schuldig. Zodra hij zich realiseert dat hij het heeft aangeraakt. Na het eerste voorbeeld komt nu een tweede geval van onreinheid aan de orde. Het heeft betrekking op onreinheid die op iemand wordt overgedragen. De overdracht van onreinheid en daarmee van schuld die ingelost moet worden, kan plaatsvinden door een onopzettelijke aanraking van het kadaver van onreine dieren. Daarnaast is het mogelijk dat iemand onrein wordt door een onopzettelijke aanraking van een mens die onrein is. Terwijl de aanraking met het onreine per ongeluk plaatsvond, ligt er toch schuld op de persoon. Schuld heeft vaak psychisch of fysiek lijden tot gevolg. Dat is vandaag nog zo. Als een mens een fout heeft gemaakt en het niet goed maakt, heeft dit verstrekkende gevolgen. De hoofdreden voor de schuld ligt namelijk niet in het feit dat er een fout is gemaakt, maar hierin. Dat er kortere of langere tijd is gewacht met de verwijdering van de schuld of verontreiniging. Als onmiddellijk zou zijn ingegrepen, was de regelgeving van Leviticus 4 van toepassing. De zonde zou dan worden aangemerkt als een onopzettelijke zonde. Ongeacht de oorzaak van die onreinheid, is hij schuldig zodra hij zich realiseert dat hij het heeft aangeraakt. Een mens is schuldig zodra hij of zij zich dat realiseert. Deze vermelding zou de gedachte kunnen doen postvatten: dat als een mens zich dat niet realiseert, er geen sprake van schuld is. Maar dat is een weg die doodloopt. Van nature proberen wij mensen altijd onder schuld uit te komen. Wij kunnen zelfs boos worden en het onrechtvaardig vinden als we ergens schuldig gaan worden bevonden. Wij zijn geen criminelen. Nou, dat hoop ik ook. Maar ook al bent u dat wel, dan is er toch een weg tot verzoening van de schuld. Het mag vreemd klinken, maar het grootste probleem bij de zaken die hier worden besproken is niet de zonde of onreinheid, maar het feit dat er gewacht wordt om het weer in orde te maken. In de situatie van de Israëlieten betekent het concreet. Er wordt geen zond- of reinigingsoffer gebracht. Het heeft meer te maken met de houding van de overtreder tegenover de zonde. Vandaag kunnen we het vergelijken met uitspraken als: Laat maar zitten, of: Ach, zo erg is het nu ook weer niet, of: Nou, zo zwaar moet je er niet aan tillen. Het ging toch per ongeluk? Jacobus zegt in het vierde hoofdstuk van zijn brief. Als u weet dat u iets moet doen, maar het nalaat, zondigt u. Luisteraar, hiermee heeft Jacobus nu precies aangegeven waarom het gaat in Leviticus 5. Het zijn mogelijk naar onze begrippen kleine zonden waar je niet zo zwaar aan moet tillen en ze gebeuren ook nog onopzettelijk. Kortom, waar maakt de mens zich druk om? Maar zo ligt het bij de Heere God niet. Kleine zonden zijn er bij hem niet. Wat fout is, kan niet worden rechtgepraat, maar moet worden verzoend en goedgemaakt. Laten we bidden wat David bad in Psalm 19, vers 13: God, vergeef mij ook mijn onbewuste zonden, want wie kent al zijn fouten? Leviticus 5, vers 4. Als iemand onbezonnen een eed zweert, ten goede of ten kwade, en hij beseft. Dat hij dom heeft gehandeld, is hij schuldig. Het derde en laatste voorbeeld in Leviticus 5 heeft betrekking op het onbezonnen zweren van een eed. In grote haast is de eed uitgesproken. Uit de manier waarop vers 4 is geformuleerd, mag men aannemen dat deze eed niet is ingelost. Een dergelijke vorm van onbetrouwbaar gedrag vindt vaak zijn oorsprong in toezeggingen die impulsief zijn gedaan. Het kan betekenen dat iemand de eet niet vervult, omdat hij of zij die volstrekt vergeten is. Het is ook mogelijk dat de inlossing van de eet wordt uitgesteld vanwege het onaangename karakter ervan. Het niet nakomen van een eet geldt als een strafbare zaak. Ezechiël 17. Het gevolg ervan is. Dat iemand schuld op zich laat. De ernst van de overtreding is hierin gelegen. dat bij de formulering van een eed. goddelijke sancties worden uitgesproken. Om een voorbeeld te noemen: in 1 Samuel 3, vers 17 zegt Eli tegen Samuel: Vertel mij alles. God zal je straffen als je ook maar iets voor mij achterhoudt. van wat hij heeft gezegd. En Saul zegt tegen Jonathan. Ja, Jonathan, jij moet sterven. Mogen God mij doden als ik je hiervoor niet zou laten sterven? 1 Samuel 14. De aanwezigheid van de naam van de Heer in de eed houdt in dat de heiligheid van de naam van God wordt geschonden wanneer men de eed niet nakomt. Soms doen mensen een onbezonnen belofte. Met de tekst van bepaalde liederen kunnen we de Heer van alles beloven. Wij zullen u overal volgen. Ik ben bereid voor u te sterven, of alles leg ik op uw altaar neer. Een mens kan het o zo gemakkelijk zingen, maar beseffen wij altijd wat we zingen of beloven? Leviticus 5, vers 5 en 6. Als hij één van deze zonden heeft begaan, moet hij die zonde beleiden en een zondoffer aan de Heer brengen in de vorm van een schaap of een geit. De priester zal zijn schuld verzoenen en hij zal van zijn zonde zijn verlost. Voordat het reinigingsoffer kan worden uitgevoerd, dient de offeraar berouw te hebben over de zonde die hij heeft gedaan, en dient de offeraar zijn zonde in het openbaar te beleiden. De handeling van de schuldbelijdenis heeft een zelfstandige plaats en gaat vooraf aan de verzoeningshandeling. Het is een belangrijk onderdeel van het offer. Het laat ook zien dat bij een zondoffer ook een verandering van houding hoort. Er wordt niet alleen een offer gebracht en daarna gaan we over tot de orde van de dag. De zondaar is overtuigd van zijn schuld. Hij of zij zal zich inzetten om niet weer in dezelfde fout te vallen. Als de Heer een mens aan zijn schuld ontdekt, zullen we niet lichtvaardig weer zondigen. Na de schuldbeleidnis brengt de offeraar zijn boete of schuldoffer voor de heren. De priester zal zijn schuld verzoenen en hij zal van zijn zonde zijn verlost. Het basisvoorschrift voor deze verzoeningshandeling is dat een schaap of geit als zond- of reinigingsoffer moet worden gebracht. Hiermee doet de priester verzoening voor de offeraar. Het valt op dat er bij de vorige offers verzoening wordt gedaan, door de hand op de kop van het offerdier te leggen. Deze handeling is hier afwezig. De schuldbeleidenis van de offeraar... vervangt de functie van het drukken van de hand op de kop van het offerdier. In Matthäus 5 laat de Heer Jezus zien... dat er bij een schuldbeleidenis ook nog een ander aspect kan komen. Matthäus 5, vers 23 en 24 Stel dat u in de tempel voor het altaar staat om God een offer te brengen. Als u zich daar dan herinnert dat iemand iets tegen u heeft, moet u het offer naast het altaar laten liggen. Ga eerst naar die ander toe. Maak het met hem in orde en breng daarna pas uw offer aan God. Wij moeten niet alleen onze zonden persoonlijk aan God beleiden, maar wij moeten ook wat we verkeerd hebben gedaan waar mogelijk herstellen. Leviticus 5 vers 7 als hij te arm is om een schaap aan de Heer te offeren, moet hij twee tortelduiven of jonge duiven als zontoffer brengen. De ene duif zal zijn zontoffer zijn, de ander als brandoffer. Als een Israëliet niet draagkrachtig genoeg was om een schaap of geit te offeren, mocht hij twee jonge duiven als offer brengen. Daarmee laat de Heer God zien dat Hij wil dat iedere Israëliet in de gelegenheid is om een schuldoffer te brengen. Het ene dier is voor een zond- of reinigingsoffer, terwijl het andere dier voor een brandoffer is. Waarschijnlijk is de reden om twee dieren te offeren het feit dat het zond- of reinigingsoffer als voedsel dient voor de priester, Leviticus 6. Omdat een duif een klein dier is, blijft er niets over voor de Heere God en zou bij een zond- of reinigingsoffer alles naar de priester gaan. Bij een duif worden ook geen vette delen geofferd. Leviticus 3 en 4 Vandaar twee duiven, waarvan één als brandoffer voor de heren. Bij een brandoffer werd, met uitzondering van de krop en het bloed, alles van het dier verbrand. De twee duiven zijn een heenwijzing naar de persoon en het werk van Christus. Leviticus 5 vers 8 en 9 de priester zal de eerste duif, die hem wordt gegeven, als zondoffer beschouwen en hem de nek omdraaien, zonder de kop van het lichaam te scheiden. Een deel van het bloed zal hij tegen de zijden van het altaar sprenkelen. De rest zal hij aan de voet van het altaar uitdrukken: dit is een zondoffer. De priester aanvaardt de offerdieren. En bereidt de ene duif voor als zond- of reinigingsoffer. door de kop van de romp af te knijpen. De kop wordt niet van het lichaam losgemaakt. We zien hier een verschil met het brandoffer. waar de kop wel volledig los wordt gemaakt. De verzoeningsdaad vindt ook hier plaats. door middel van bloedstorting. Vers 9. De priester sprenkelt het bloed op twee plaatsen. De eerste handeling geldt als een vervanging voor het bestrijken van het bloed aan de hoornen van het altaar. Omdat een duif te weinig bloed heeft om de hoornen van het brandofferaltaar te bestrijken, wordt hier uitsluitend de zijkant van het altaar besprenkeld. De tweede handeling van de priester is het uitgieten van het overige bloed voor het altaar. Met de genoemde handelingen wordt het altaar gereinigd en ontstaat er weer toegang tot de Here. Bij het zond- of reinigingsoffer is een opmerkelijk verschil met het brandoffer aanwijsbaar. Bij het brandoffer wordt slechts één handeling met het bloed verricht: het bestrijken van de zijkant van het altaar. Het verschil met het brandoffer wordt benadrukt in de korte slotzin: dit is een zondoffer. Leviticus 5, vers 10 tot en met 13. De tweede vogel zal hij als brandoffer behandelen, precies volgens de voorschriften. Zo zal de priester zijn zonde verzoenen en het zal hem worden vergeven. Als de man te arm is om twee tortelduiven of jonge duiven als zondoffer te brengen, moet hij 2,2 liter fijn meel offeren. Hij mag er geen olie of wierook aan toevoegen, want het is een zondoffer. Hij moet het meel naar de priester brengen en die zal een handvol meel op het altaar verbranden, net als bij andere offers die met het vuur aan de here worden gebracht. Dit zal zijn zondoffer zijn. Op die manier zal de priester de zonde die hij in een van deze dingen heeft begaan verzoenen en het zal hem worden vergeven. De rest van het meel zal voor de priester zijn, net als bij het spijsoffer. Om aan ieder mens de gelegenheid te geven om met de Heer in het Reine te komen, wordt de mogelijkheid geboden nog goedkoper offermateriaal te gebruiken. Er bestaan mensen die zelfs niet vermogend genoeg zijn om twee duiven te kopen. Maar deze mensen mogen vanwege hun armoede niet worden uitgesloten van het zond- of reinigingsoffer. Zij mogen een offer brengen dat bestaat uit fijn meel. In tegenstelling tot het spijs- of verkenningsoffer mag bij dit offer geen olie of wierook worden toegevoegd. De reden hiervoor ligt vermoedelijk in de soberheid van het zond- of reinigingsoffer. Bij een spijsoffer wil een mens God eren. Daarbij passen luxe producten als olie en wierook. Bij een zond- of reinigingsoffer nemen berouw en verootmoediging een belangrijke plaats in. Daarbij passen geen luxe en overdaad. De priester neemt vervolgens een handvol van het fijne meel en legt dit als gedachtenisoffer op het altaar. Vers 12. Deze afgezonderde hoeveelheid fijn meel geldt als offergave aan de Heeren. Zo wordt reiniging tot stand gebracht voor de allerarmsten. Op zichzelf genomen is het opmerkelijk. Dat een graanproduct volstaat voor reiniging en vergeving. De regel is immers dat verzoening gedaan wordt door bloedstorting. Essentieel is het brauw en de gehoorzaamheid van de offeraar. Evenals bij het spijs of erkenningsoffer verbrandt de priester een klein deel van het meel. De rest van het graanproduct komt toe aan de priester. Leviticus 5 vers 14 tot en met 16. De Heere zei verder tegen Mozes: Als iemand zondigt door onopzettelijk iets te ontheiligen wat de Heer als heilig beschouwt, moet hij een ram zonder gebreken met een waarde uitgedrukt in zilveren sikkels aan de Heer als schuldoffer brengen. Het heilige dat hij heeft ontheiligd moet hij vergoeden en bovendien een vijfde daarvan als boete erbij betalen. Hij moet dit bij de priester brengen en die zal zijn zonde verzoenen met de ram van het schuldoffer. Zo zal zijn zonde hem worden vergeven. Het begin van vers 14 luidt een nieuw gedeelte in. Vervolgens introduceert de Heere de zonde van ontheiliging van geheiligde dingen. De Heere verwijst hiermee naar zaken die apart gezet zijn voor hem. In de eerste plaats moeten we dan denken aan de tabernakel... De tent met het Heilige en het Heilige der Heiligen, die bestemd is voor de Heere. Daarnaast valt te denken aan gewijde voeding en gewijde voorwerpen. De priesters, Levieten en Nazireërs zijn speciaal voor de dienst van de Heere apart gezet. Op heel veel manieren kan ontwijding van gewijde zaken of personen plaatsvinden. De zondaar kan vergeving voor zijn zonde ontvangen wanneer hij zijn boetedoening brengt voor het aangezicht van de Heer. Dit doet hij door een gave ram uit de schaapskudde te brengen bij het heiligdom. Maar dat is niet genoeg. Er moet een volledige vergoeding van het ontwijde plus een boete van een vijfde deel van de waarde worden gegeven. Na de vergoeding van het ontwijde brengt de priester het offer. Met deze handelingen doet hij verzoening en ontvangt de offeraar vergeving. Leviticus 5, vers 17 tot en met 19. Ieder die ongehoorzaam is aan de wet van God zonder het zich bewust te zijn, is toch schuldig en moet een offer brengen waarvan de waarde is geschat. Dit moet een ram zonder gebreken zijn, dat als een schuldoffer naar de priester moet worden gebracht. Met die ram zal de priester de zonde verzoenen, zodat hem wordt vergeven wat hij zonder het te beseffen heeft misdaan. De ram moet worden geofferd als een schuldoffer, want de overtreder is zonder meer schuldig in de ogen van de Heere. Ik sluit af met een vraag van de apostel Petrus. U weet toch wat een geweldige losprijs God heeft betaald om u vrij te kopen? 1 Petrus 1. Luisteraar, het is mijn gebed dat u dat mag weten. In de volgende uitzending gaan we verder met Leviticus 6 en 7. Leest u de hoofdstukken alvast een keer door? Luistert naar de Bijbel door. In het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in vijf jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen op 0342 478432 0342 4784. 3, ook kunt u een e-mail sturen naar debijbeldoor@transworldradio.nl at transworldradio.nl En natuurlijk kunt u ook via de post ons bereiken. TWR, postbus 371, postcode 3770, AJ in Barneveld. Dit programma werd gepresenteerd door Corveda en Ike André. Techniek was in handen van Odin van Woerdenkom. En wij allemaal bedanken u voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.